vandaag ziek is. Voor tegenwoordig. Wat gaan we doen? Ja, bekende sheet. Resultaten van nu. We laten wat zien. En dan staat er altijd nog een derde puntje. De vooruitblik naar sprint 6. Dat is een beetje een technische sprint. Waarin we technisch concept verbeteren, verwerken, weghalen, hoe je dat ook kan noemen. Het is minder geschikt om hier allemaal te laten zien wat we gaan doen. Aflossen, ja. Klinkt ook. De resultaten van deze split, een beetje herhaling van wat er al gezegd is, maar misschien zijn er nieuwe mensen aangeschoven. Als we rechts onderaan beginnen, wat we niet hebben kunnen doen, is het staging en aanvullen. Ozon met een data bevragen, dat betekent beperkingsgebieden tonen in het verleden. Want bij aanvullen wil je iets laten zien wat eigenlijk op de indieningsdatum van het originele verzoek geldig was. Dus dat is historie. En Ozon kan de variant van de Tiles API nog niet leveren met historische data. Dus die kunnen we niet realiseren, helaas. Als we erboven kijken, rechtsboven, wat niet helemaal is gelukt, dat is tonen van meer locatiegroepen bij geovragen. Gaat u deze activiteit uitvoeren in het beperkingsgebied? Dan tonen we daarbij een kaartje met de beperkingsgebieden die relevant zijn op de projectlocatie. Als er meer gebieden zijn, meerdere locatiegroepen, dat konden we nog niet tonen. Daar hebben we een nieuwe service voor van Ozon. Hebben we ook wel gebouwd inmiddels. Ook zelf getest. Maar we moeten nog een finale integratietest uitvoeren. En als dat goed gaat, is het goed. En als dat fout gaat, dan moeten we wat verbeteren. Zo simpel is dat. Maar het is wel belangrijk om het tegen de echte servers aan te houden. Om te kijken of alles goed geïnterpreteerd wordt. Dus die komt de volgende keer. Punten die wel af zijn, die gaan we ook zo terugzien in de demo. De bovenste. Het is mogelijk om een PDF te maken van de verplichtingencheck en de maatregelcheck. Die niet helemaal conform de waarheid is. Je kunt stappen overslaan in het proces, daardoor kun je controles overslaan. En als je dat een beetje slim combineert, denk ik met sessiedata, kun je daar een PDF uit krijgen die niet klopt. Maar wel op papier staat. Dat willen we niet. Dus daar heb ik wel iets tegen gedaan. Controles wat verplaatsen. Zo, laten we zien. Zoeken verbeteren. De vorige keer al gezien zoeken van activiteiten, kiezen van activiteiten, dat daar zoeken is verbeterd. Nou, diezelfde lijn heb ik nu doorgezet richting werkzaamheden. Zoeklijst gebaseerd op Elasticsearch. Zoeksuggesties. En als je kiest, dan komt dat ook weer terug in de lijst. Het ziet er ongeveer uit zoals bij activiteiten, maar toch weer net iets anders. Tweede punt, bij activiteiten, dus opstellen, kregen we nu een zoeksuggestie, ook activiteiten terug, die je eigenlijk helemaal niet moet kiezen. Als je die wel zou kiezen, dan liep je vast in het verfijnen van die activiteit. Want er waren geen subactiviteiten op die locatie beschikbaar. Is dat een mismatch tussen wat je echt moet kiezen en de suggesties die je hebt gegeven. Dat is opgelost. Beide, dus ook in samenwerking met PR13, de services heeft aangepast ook. In een voortgesprint, denk ik. De meldingenstrategie. Als je een verzoek gaat indienen, kan er iets fout gaan technisch. De services niet beschikbaar zijn. Dat melden we al netjes terug. Sorry, het is niet gelukt. Technische storing, daar horen dan details onder te staan van wat er echt is gebeurd. Die details die tonen we niet als we niet alle informatie hadden die we verwachten. Dat is niet compleet, dat is een algemene melding. Nu tonen we gewoon alle informatie die we hebben.
Dat is dus af en toe niet compleet, maar we hebben wel informatie. Toch het terugzoeken makkelijker is. Dat is ook nog een pentestbevinding. Daar kon je in veld een script invullen en dat werd dan niet gesignaleerd. Dat kan allerlei gevolgen hebben. Dit hebben we weten te voorkomen nu. Dat gaan we voorkomen nu. We hebben ook gekeken naar andere velden of dat ergens anders voorkomt. Meer op generiek opgelost. Dat het niet meer gebeurt. Dat kan gebeuren. Ik zal nog geloof ik. Hè? Ja. Dan is de volgende stap de demo's. Ja. Kunnen we achtereenvolgens afhandelen. Menno op de eerste. Ja. Je ziet daar nog een voor de oplettende lezer een extraatje staan. Dat je die niet hebt genoemd. Dus de datum in werking treden. We weten dat de datum veranderd is. Dat bleek ook op schermen te staan. Achter de vragen. Gaan we zo zien, hebben we gelijk ook maar aangepast. Dus krijg je daar echt wel weer ook extra vragen over. Hoe zit het dan? Ik zou er een CMS aan kunnen pagina worden. Ja, van CMS die zou gewoon te wachten. Kom jij hier naar mijn ogen? Ja. Ja, zeg maar. Dat is mooi. Allereerst zullen we met de pentestbevinding beginnen. Hier hadden we bij mijn omgevingsloket een activatiecode die we konden invoeren. En als je dan een beetje ging stoeien daarmee, dan kon je dat veld aanpassen. Dan kon je validaties die daarop zaten weghalen. En als je dat dan deed, dan kon je hier ineens allerlei scripten dingen invullen. Dus dat kun je een iframe met een alert. Dit is de code. Als je dan het project toevoegt, als het project doet. Jammer, het project doet het niet. Gaan we even op int 12 hetzelfde proberen te doen. Hiervoor, op pre kan ik het niet laten zien helaas. Hiervoor kreeg je dan een schermpje te zien met een iframe, dus een venstertje erin. En dan kreeg je ook een alert van, hey, ik heb je gehackt bij wijze van spreken. En dat geeft dus aan dat je allerlei andere scripts ook zou kunnen invullen. Dus dan zou je mensen kunnen volgen van, hey, wat doet een ander? En hier hebben we dat dus weggehaald. Hier wordt alles eruit gefilterd. En dan zie je ook wat er terugkomt dat die niet gevonden is. De code met code is niet gevonden. In plaats van dat je dus een schermpje ziet en een alert. We hebben een verstoring op de. Ja. Nou, vervolgens zal ik doorgaan naar het verbeteren zoeken. De werkzaamheden. Ik ben in de vergunningcheck. Ik heb een locatie geselecteerd. En nu zie je hetzelfde overzichtje eigenlijk wat al gewend is uit aanvragen en activiteiten. Dus initieel krijg je maximaal 50 werkzaamheden te zien. Dat is gelimiteerd. En je kan ook zoeken. En dan komen er ook op dezelfde manier suggesties aan te pas met de highlighting. Welke letters je hebt ingevuld. En die kan je ook selecteren. En dan wordt daarop gezocht. Trefwoorden. En trefwoorden terecht. Nou, hier hebben we allerlei suggesties met bouw. Maar als we zien, dan zie je hier allerlei trefwoorden. Ook met highlighting. Dakopbouw. Bouwwerk, ombouw. Hier zie je eigenlijk alle resultaten met de highlighting en de trefwoorden als ze aanwezig zijn. En dan zal ik vervolgens, had ik er alvast eentje gezocht, allerlei vragen beantwoord. En als we een check voltooid hebben, dan kunnen we naar aanvragen. En dan komen we op de landingspagina terecht. En helemaal onderin zitten veelgestelde vragen. En dan staat er wanneer we kunnen echt mijn aanvraag doen.
En daar is de datum aangepast naar 1 januari 2023. Datzelfde geldt als je gewone aanvragen gaat, kom je ook met de veelgestelde vragen en daar staat het op. Wat waren ze van mij? Geen vraag in het chat. Dat is mooi. Je moet je hele scherm schrijven. Ja. Ik ben blij met het. Dan doen we het iets anders. Ik wil even proberen. Kom dan. Al gaat iets mis. Goedemorgen allemaal. Wat ik wil laten zien is dat we bij externe services kunnen we inderdaad fouten terugkrijgen. En we hadden bij verzoek indienen, die geeft in principe al die fouten ook terug. Alleen als er dus wat ontbrak, dan lieten we alle details niet zien. En dat is natuurlijk vervelend, zeker bij het oefenen, dat je gewoon niet iets van informatie kan terug zijn, inderdaad kan Aike dan kan teruglezen over de fout. Dus we hebben de foutweergave hier bij aanvragen dus aangepast daarvoor. En wat ik heb gedaan lokaal, is dat ik dus een foutscenario heb gecreëerd zonder dat hele specifieke detailinformatie. Als ik nu op indienen klik, dan krijg ik die fout. Eerst kregen we dus alleen het bovenstukje, kregen we. Nou, nu is dus de details zijn erbij gekomen. Dus het zijn eigenlijk al die verzijnde velden uit de API en API en UI-strategie. En daar mist dus het detailstukje. Nou, we laten wel de titel en type en status en de bron laten we zien. Zodat er tijdens het oefenen wel iets inderdaad mee gedaan kan worden. Dus dat is het eind. Jeroen? Ja, ik ga het nog een keer proberen. Yes. Ja. Dit is jouw scherm. Dit is jouw scherm. Met enige uitdaging. Goed. Dan wil ik nu eerst laten zien. Dat inderdaad het manipuleren van de URL in de browser, dat het mogelijk is. Wat we daarbij hebben gedaan is, dat het was in het verleden mogelijk om dan een PDF te genereren met maatregel op maat. En een aantal validaties over te slaan. Al die validaties die gebeuren in de browser. Vandaar dat we ervoor gekozen hebben om die manipulatie niet zozeer tegen te gaan. Want dat blijft altijd mogelijk, omdat het een stukje software is dat in de browser draait. Maar we controleren van aan het eind, op het moment dat die PDF wordt gemaakt, voldoe je wel aan alle eisen om die PDF te mogen maken. En dat wilde ik even laten zien. Daarvoor ga ik een werkzaamheid selecteren. En deze werkzaamheid, die heeft een, dat gaan we nu zien. Er zit validatie ingebouwd, want deze, die regels die komen van verschillende gemeenten. En daarom mag je hier eigenlijk nu niet verder. Dus als ik dat nu probeer, ook hier met de volgende knop, zeg je, nou ja, dat mag dus niet.
ja, een kleiner gebied gaan tekenen. Maar wat ik nu vervolgens kan doen hierbovenin in de browser, dan kan ik bijvoorbeeld zelf gewoon zeggen van nou, navigeer mij maar naar stap 3. Nou ja, en dan kan je dus nu gewoon verder. En in het verleden kon je daar hier ook echt een PDF downloaden. En wat er, dat je dat nu probeert, dan doen we diezelfde validatie gewoon nog een keer eigenlijk aan de kant van de server. En daar zeggen we van, nou ja, het mag dus niet. Dus daarmee voorkomen we. Er zijn nog een aantal andere scenario's waarbij manipulatie mogelijk is. En die voorkomen we op deze manier. Hoe heb je dat ontdekt dan? Dat heeft onze tester ontdekt. Dat was deze specifieke situatie. En toen we daarmee aan de slag gingen, toen hebben we ook een aantal extra casussen gevonden. Waarbij het ook mogelijk is om de gegevens te manipuleren. Wat we hier doen, we sturen eigenlijk gewoon de gegevens van die chat weer op naar de achterkant, naar de server. En die maakt er een PDF van. En daar doen we nu al die validaties gewoon nog een keer. Dus dan controleren we ook of je die activiteiten mag selecteren op die locatie. Al een aantal andere checks. Jeroen, de vraag wilde herhalen. Het antwoord is wel duidelijk, maar de vraag niet. Dus waar was het? Ja, de vraag was hoe we daarachter gekomen waren, hoe we dat hadden gevonden. En wat doet in het... Het genereren van een PDF, duurt het daardoor langer? Vraag is. Oh, de vraag is heel goed. De vraag is inderdaad van of de PDF, het genereren van een PDF nu langer doet, duurt. Ja, die checks moeten uitgevoerd worden, maar zoals je zag, verscheen die melding vrij snel en dat in die tussentijd worden die checks gedaan. Dus normaal zou daarna nog de PDF gegenereerd worden als al die checks goed gaan. Dus dat duurt, ja. Dat hangt ook af van de achterliggende services, hoe snel die zijn. Maar het zit hem in een seconde of 1, 2. Maar de gebruiker gaat er geen last van. Nee. Het volgende is, even kijken. De suggesties bij de subactiviteiten. Waarvoor op die locatie wel de activiteit geldt, de hoofdactiviteit, maar waar dan geen subactiviteiten gelden. En dan kreeg je hem nog terug bij de suggesties. Ik heb daarvoor een aantal adressen. Hier eentje in Middelburg. Nou, is er een specifieke activiteit, namelijk de activiteit onverbeterd zoeken van activiteiten. Zo heet die. En die krijgen we hier wel terug als suggestie. En dat klopt ook, want als ik me vervolgens aanklik, dan zie ik hier ook dat er eronder nog twee subactiviteiten hangen op deze locatie. Maar dan hebben we nog een ander voorbeeld, eentje met waar dan één subactiviteit geldt. Ga ik even de locatie aanpassen. Dat is hier in de stationshal in Utrecht. En als ik dan diezelfde zoek, dan krijg ik hem daar ook terug als suggestie. Maar ditmaal bevat hij één subactiviteit, dus dat klopt ook nog steeds. Er is hier eentje geldig. Maar vervolgens op een andere locatie op Texel. Als ik daar naar ga zoeken, dan krijg ik nu in dit geval helemaal geen suggesties, want daar is dus ook geen activiteit. Er zijn geen subactiviteiten geldig op die locatie onder diezelfde hoofdactiviteit. Dat was de demo, dat is wat ik wilde laten zien. Vragen? Nee. Rechts. Dan verklaar ik hierbij deze zitting voor. Dit was het. Als er verder nog vragen zijn, welkom. Yes. Goed, ja.